Goedemorgen, het is weer vrijdagmiddag en dus de hoogste tijd voor een gloednieuwe Sloep & Tenner videoblog. Deze week gaan we het hebben over de Valerie 555 en ik ga je er vandaag alles over vertellen, dus kijk snel verder. En ik heb mijn eerste joker er al op zitten, dus vandaar dat ik wellicht wat zenuwachtig praat. Valerie hebben wij nog niet zo heel erg lang in het assortiment, maar het zijn wel ontzettende leuke boten. Nou waarom? Nou, Valerie produceert eigenlijk de wat kleinere sloepen, dus de instapsloepen. En ze beginnen eigenlijk vanaf 4,75. Dus dit is ook de 4,75. Dat is eigenlijk een type die wat echt een instapsloep is. Maar ondanks dat het een instapper is, heeft wel hele hoge rugleuningen en zit hij eigenlijk super. En hij heeft ook leuke extra's zoals een bakje voor bijvoorbeeld je portemonnee of je telefoon, maar ook een kastje. En alle Valerie boten hebben wel iets leuks. En de 555, dat is eigenlijk de meest grote Valerie die er is op dit moment. En dat is deze. Nou, wat gelijk opvalt is dat het het is een sloep, maar er is een beetje een tendermodel van gemaakt. Nou, waarom? Omdat de achterzijde zo schuin afloopt. Hier in de motorruimte wordt uiteraard de motor geplaatst, dus een buitenboordmotor. Er kan tot en met 50 pk op deze boot gemonteerd worden. We adviseren echter een motor vanaf 9,9 pk. Je hebt ook 8 pk of 6 pk, maar dat vinden we echt te licht voor deze boot. Dus vanaf 9,9 pk. Maar zeker met een 15 of een 20 pk vaart hij ook al onwijs lekker. En met een 50 pk vaart hij natuurlijk een stuk harder, waardoor je er ook achter kan wakeboarden bijvoorbeeld. Nou, uiteraard is een Valerie in heel veel verschillende kleuren beschikbaar. Deze is uitgevoerd in het zwart-zwart, wat hem een hele luxe uitstraling geeft. Zeker in combinatie met deze lichtere beige kussens. Uiteraard kun je ook kiezen voor andere kleurencombinaties. Maar ja, dat is helemaal geheel naar smaak in te richten. Ja, de Valerie 555 is 5,35 meter lang en 2,10 meter breed. Dus je hebt heel veel binnenruimte in deze boot. Nou, dat voel en dat zie je ook terug in alles. Dat dus. Ja, sorry, ik moest even lachen omdat Joni de hele tijd zit te lachen achter de camera. En daar moet ik dus ook weer van lachen, dus we blijven maar lachen. Lachen dus. Nou, in ieder geval, dit is de rugleuning aan de achterzijde. Die is heel hoog. Nogmaals, ik ben vrij lang en ik heb ook in deze boot een enorme goede rugsteun. Je hebt ook wel eens boten, nou, die hebben hier een klein reepje van 10 centimeter. Nou, dan kom je met een hernia de boot uit aan het einde van de dag. Dat is niet fijn. Deze boot heeft dat niet. Ook aan de voorzijde goede rugleuningen. Er zit nu een zonnedek in, dus ik kan niet echt heel lekker goed zitten. Maar zo zie je wel dat ik gewoon lekker kan zitten. En ook voorin loopt de rugleuning op, dus het wordt alleen nog maar beter. Uiteraard kan er in deze boot ook een zonnedek geplaatst worden. Dat zie je ook in deze boot liggen. Nou, een zonnedek is puur om op te zonnen of om op te slapen. Hij is gemaakt uit meerdere delen, zodat hij ook op te bergen is. Nou, het zijn goede kussens. En onder de kussens liggen platen. En die platen die moet je er dan in monteren. Dat zijn deze. En daar komen de kussens op en dan kan je dan uiteraard op slapen. Monteren? Ja, plaatsen, neerleggen. Ik wil wel even opnemen. Oh, nou, ik ging even testen of het zonnedek goed ligt. Nou, dat ligt goed. Je kan hier prima met twee of drie personen liggen. Dat is natuurlijk maar net hoe krap je wil liggen, maar het kan in ieder geval wel. Het zonnedek kan je er ook heel makkelijk uithalen. Het woord demonteren van Joni iets te zwaar op de mond of op de tong liggen. Dus we zouden het maar even zeggen als ze eruit halen dan. Nou, kijk, die kussens die haal je zo heel makkelijk één voor één uit. Zo. Die platen gaan er ook vrij makkelijk uit. Zo. Zo. Wat betekent? Nou, die kun je dan uiteraard opbergen thuis of in de boot. Dat zou je dan achterin moeten doen. Ja, nu heb je eigenlijk heel veel ruimte aan boord om te gaan zitten. En ja, nogmaals, het zit heel erg goed. Onder alle banken, dat hebben ook niet alle boten, zit opbergruimte.
En het handige daaraan is dat ze ook binnenbakken hebben, deze boten. Dus als je je spullen inlegt en de boot doet, ja, beweegt heen en weer door de golfbewegingen, dan liggen in ieder geval niet al je spullen naar achter geschoven, want die blijven mooi droog opgeborgen. Helemaal voorin hebben we ook een opbergluik. En die zit hieronder. Dat is die. En dit toiletbrilletje, dat noemen we eigenlijk een soort van Grieks toilet. En hier kan een zakje in. Grieks toilet. En in dat zakje, daar doe je dan een middeltje in wat eventuele uitwerpselen neutraliseert. Je moet altijd wel goed opletten dat die zakjes niet lek raken, want anders dan liggen tussen je spullen. Nou, het console van de Velery 555 is ook handig ingedeeld. Hij is in ieder geval mooi ruim. Er zit hier een kastje met een sleuteltje erin, zodat hij afsluitbaar is, waar je spullen kan opbergen. Het tasje waar je spulletjes zitten ook in. Ja. Hier op het console zit weer een klepje waar je eventueel je telefoon of kleinere handgrijpbare spulletjes kan opbergen. Hier kan je je drankjes kwijt. Hier kunnen eventueel tellers in, mocht je dat graag willen bij de motorisering. Uiteraard kan er een zwemtrap op de boot geplaatst worden. Een radio kun je bijvoorbeeld toevoegen. Kuipverlichting zou kunnen. Je kan het zo gek niet bedenken. Wat in ieder geval op deze boot nog wel mist, dat is een buiskap met dektent. Dat zie je op de boot hiernaast. Dat adviseren we eigenlijk wel bij iedere boot om dat op een boot te plaatsen. Want ja, dat geeft natuurlijk bescherming voor de boot als het regent. Het geeft bescherming tegen de zon als je aan het varen bent. Dus ja, het is eigenlijk onmisbaar op een boot. Nou, dit was de Sloep & Tender videoblog voor deze week. Volgende week zijn we terug met een gloednieuwe Sloep & Tender videoblog. Ik hoop dat je hem leuk vond, ik hoop dat je hem leerzaam vond. We gaan heel snel weer lekker varen op het water, want dat hopen we weer dat weer snel kan. En voor nu een fijn weekend en delen, liken, dat moet ik altijd van Joni zeggen. Dus doe dat dan ook en tot volgende week. Dag!